Broekenwaterland. En Broekenwaterland is in tweeën gedeeld door deze weg die hier loopt. En iedereen gaat hier onder een tunneltje door. En er komen hier over deze weg 22.000 auto's per dag. En dat is een enorme aantasting van de leefbaarheid. Kinderen denken ook bijvoorbeeld in Broekenwaterland dat er twee dorpen zijn. Die zien het helemaal niet als één dorp. Een van de maatregelen die nu voorgesteld wordt is om een extra strook asfalt door het dorp te leggen. Terwijl de bewoners eigenlijk zeggen van nou ja, dit wat er nu ligt is al ver over de grens van wat de leefbaarheid aan kan in het dorp. En daarom willen de bewoners van Broek in Waterland dat de auto's voortaan door een tunnel onder hun dorp rijden. Er is al vaker een tunnel bedacht en dat werd steeds afgewezen omdat het te duur zou zijn. Wij hebben nu zelf met een architectenbureau hier uit het dorp een alternatief bedacht die veel slimmer is, veel goedkoper. Wij komen ongeveer uit op maximaal 130 miljoen euro. Hoeveel bewoners heeft Broek? 2500 ongeveer. En er moet dus 130 miljoen voor uitgetrokken? Juist. Je veronderstelt dat per inwoner heel veel geld is, bedoel je dat? Kijkt de provincie er niet zo naar? Beetje wel. Je kan ook andersom redeneren. Je kan ook redeneren, er komen hier 22.000 auto's per dag doorheen. En dan reken je het om naar de automobilisten. Dan is het alweer heel anders. Zometeen hebben wij een overleg met de collega-wethouders uit de regio en de gedeputeerden van verkeer. En dan ga ik bepleiten om onderzoek te doen naar dit tunnel. Wethouder Robin Paalvast worstelt met de nieuwe locatie voor de amateurgezelschappen in Zoetermeer. Hij wijst ons de plek voor het nieuwe podium, pal naast het CKC, het Centrum voor Kunst en Cultuur. We hebben hier dus het CKC-gebouw, het is een behoorlijk groot gebouw. We hebben hier de oude wetering, de oude kern van Zoetermeer. En dan moet het hier tussen komen. De gemeenteraad heeft er 6 miljoen voor over. Nu is het de grote vraag welke toneelvereniging er de baas wordt. Ik heb de verschillende partijen in de stuurgroep om de tafel gezet om daar samen uit te komen. En wie zijn die partijen? Het is het CKC, het is de grote amateurgezelschap Krek en Bout, de kleine amateurgezelschappen vertegenwoordigd als één partij en Storytellers. En ik heb gezegd de oplossing van aanbouw en beheer door Krek en Bout, dat is binnen de kaders van de raad. En dat ga ik voorstellen aan de raad. Maar Krek en Bout zijn vrijwilligers? Krek en Bout zijn vrijwilligers inderdaad. Dus dat is een goedkopere oplossing dan het geven van het beheer aan de CKC. Daar werken professionals en dat is dus ook gewoon duurder. Robin Paalvast kiest voor de goedkoopste oplossing met vrijwilligers. Maar niet iedereen is hier even blij mee. U bent directeur van het CKC? Ja, dat klopt. Ja. Hoe ziet uw ideale situatie eruit? Ja, ik ben wat bescheidener eigenlijk dan de wethouder. Ik zou zeer tevreden zijn als de zaal zoals die nu is in feite wordt vergroot. Uw eigen zaal? Ja, wij staan die bij wijze van spreken af. En die staan we af aan de amateurverenigingen als de belangrijkste gebruikers. En bent u bang dat het een debakel wordt als vrijwilligers dit moeten gaan beheren? Ja, debakel is een groot woord. Ik ben wel bang ten eerste voor de continuïteit. En ten tweede, wat ik zeg, je dan eigenlijk tegelijkertijd de grootste gebruiker bent en de beheerder. En dat heeft automatisch bijna in zich dat je eigen gezelschap meer toe gaat kennen en voor gaat trekken. Ik kreeg nog een mailtje. Toi, 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 namens de dorpsraad. Ja, ja. En je bent natuurlijk gewoon een benaderbare wethouder. Dat was vorig college wel een beetje anders. Ja, dat hoor ik van iedereen, ja. Ik vind het wel leuk. Ja, echt super. Ja? Ja. Ja, ik vind het nog leuker dan ik dacht dat het was. Ja, en ik geniet er ook elke dag van. Want ja, het is per definitie tijdelijk, hè. Dus ik denk ook steeds van, wat komt hierna nog wat zo leuk is als dit. Ja, ja. Gaan we alweer terug? Gaan we hoger? Hoger? Ja, en dan... Wat is onderdoor? Wat is welke door? 2114. Oh, het zijn digitale handtekeningen. Ja, en ook de klassieke. Oké, ja. Serieus ook, hè? Leuk. Mooi, hè? Ja. Dus 2100. Zijn er nog hele bekende Nederlanders bij? Of, golf. Ja.
En hier vindt u dus onze handtekeningen verzameld tot nu toe. We hopen dat de stuurgroep aan zet is nu. Dat die gaat zeggen, ja, we gaan hier nog eens serieus naar kijken. De stuurgroep is inderdaad aan zet. Dus ja. Wat die gaat besluiten, dat moet ik ook nog afwachten. Ja. En ik waardeer in ieder geval de inspanningen die u gedaan heeft als dorpsraad. Mm-hmm. En wij gaan het er zo over hebben. En dat betekent dat ik het antwoord op uw vraag nog niet kan geven op dit moment. Nee. Maar dat komt dan misschien later vandaag. Nee, nou, we horen het heel graag. Goed, succes. Ik zou het wel plezierig vinden, geloof ik, als de camera ook voor de deur zo langzamerhand vertrekt. Wij hebben alle gemeenteraadsleden onze visie op het gebeuren en de ontwikkelingen per brief voorgelegd, vlak voor de zomervakantie. En ik hoop in feite dat wij vraagtekens hebben opgeroepen bij gemeenteraadsleden. Dus de gemeenteraad kan het nog tegenhouden? De gemeenteraad kan altijd alles tegenhouden, want dat is de functie van een raad. Dus ja, dat zou goed kunnen. En dat is voor mij wel even wennen, omdat in principe als wethouder heb ik kaders van de raad meegekregen om een bepaald plan uit te voeren. Wat je ziet is dat ja, als er dan weerstand komt, dat ze ook gaan kijken of de raad, of daar nog wat ruimte zit om toch hun gelijk te krijgen. Dus een beetje als een klein kind wat... Nou ja, goed, zo zou je het inderdaad een beetje kunnen vergelijken. Krijg ik daar niet meer zin, dan probeer ik op een andere manier te kijken hoe ik medestanders kan krijgen. Mevrouw Post, mogen we u één korte vraag stellen? Ik ben een half uur te laat. De communicatie doen we via een persbericht vanmiddag. Maar hoe ging het? Nou, slecht. Nou ja, slecht. Het ging hartstikke goed. Ik heb goed verhaal gehouden, maar ze gaan niet mee in een onderzoek naar de tunnel. Ja, wat zijn haar argumenten? Zij zegt, er is geen geld, er is geen geld en er komt geen geld. En dan is het ook een valse verwachtingen wekken als je een onderzoek gaat doen. Want dan hou je mensen aan het lijntje en dan moet je alsnog nee zeggen. Dus, en daar ging de rest van de stuurgroep in mee. En nu weer verder met alle andere onderwerpen. Teleurgesteld? Ja. Nou ja, kijk, ik had me voorgenomen om er alles aan te doen. En dat heb ik ook gedaan. Maar ik ben ook een realist, dus ik had wel redelijke kansen ingeschat dat het gewoon van tafel ging. En hoe was de gedeputeerde? Ja, leuke vrouw. Ja. Pittig type. Maar ja, dat ben ik ook. Hey, en goedemorgen, Goof met Laura. Hi. Nou, het is mislukt. Ja, ja. Ze willen het niet. Ik heb echt blaren op mijn tong gepraat. En ik heb ook een minderheidsstandpunt uiteindelijk ingenomen. Omdat ik dacht, ja, ik ga echt tot het allerlaatste. Ga ik gewoon hier vol voor. Maar ik was de enige. Ja. Oké, hey, goed. Doeg. Was die teleurgesteld? Ja. Ja. Maar geef niet op, dus. Hij gaat door, ja. Ja, nu moet ik heel snel mijn dochter van school afhalen. Dus ik ga gauw weg.